Ik liep al een tijdje rond met het vage verhaalidee, maar ik vond geen personage dat sterk genoeg was om mijn verhaal te dragen. En op een dag stond hij daar plots, Samuel Klundert. Een dwangneurotische, autistische man die op een heel specifieke manier naar de wereld om zich heen kijkt. Een pure, integere man die ziet dat er een heleboel fout loopt in de wereld. En daar helemaal niks van begrijpt, want voor hem is alles eenvoudig, rechtlijnig. Een man ook die met zijn hele eigen logica en los van wat sociaal aanvaardbaar is, probeert om een aantal van die onrechtvaardigheden recht te trekken. Dus daar stond hij, Samuel Klundert, en ik was verrast. Ik vroeg me af, waar komt hij plots vandaan? Waarom heeft mijn onderbewuste net dit personage naar boven laten borrelen? Want in vele opzichten lijk ik niet op Samuel. Om te beginnen ben ik een vrouw en geen man. Ik heb in tegenstelling tot Samuel ook geen passie voor cijfers. En andersom is het zo dat Samuel heeft niks met taal. Hij begrijpt alles letterlijk en hij heeft het heel moeilijk om metaforen te begrijpen. Terwijl ik net heel erg van metaforen hou, omdat ze een belangrijk middel zijn om je als schrijver uit te drukken. Dus heel wat verschillen tussen hem en mij. Maar anderzijds zag ik ook wel overeenkomsten. Bepaalde van zijn dwanghandelingen zijn mij niet helemaal vreemd. Zo eet ik al jaar en dag hetzelfde ontbijt, twee boterhammetjes met hetzelfde beleg, in dezelfde volgorde. Een mens heeft zo zijn rare trekjes. En net zoals Samuel ga ik ook wel eens achteruit zitten en kijk naar wat er omheen gebeurt. En dan denk ik, hoe bizar. En ik erger me ook aan dezelfde fenomenen in de wereld als Samuel. Alleen heb ik niet de moed om op te staan en daar ook echt iets aan te doen. Of ik wist waar ik naartoe wilde met het verhaal. Dat wist ik enigszins, maar ik denk dat het toch anders verlopen is. Ik denk dat schrijven een beetje is zoals zeilen. Je hebt een bestemming uitgekozen, je hebt een route uitgestippeld en dan begin je eraan, aan je tocht. En dan moet je opboksen tegen de golven en tegen de stroming. En dan komen de moeilijkheden natuurlijk. En dan komt er een moment tijdens het schrijven dat je het roer overdraagt aan je personage. En ik heb geleerd van me daar niet tegen te verzetten, integendeel, van me heerlijk te laten meedrijven. En is het dus eigenlijk vanaf dat moment was het eigenlijk Samuel Klundert die het verhaal of de loop van het verhaal heeft bepaald. Het is pas achteraf, na het schrijven, dat ik ben gaan zien wat ik eigenlijk geschreven had. Waarom bijvoorbeeld begon mijn roman met een douchescène? En waarom komt het element water altijd maar terug in die roman? Dat vond ik op eerste zicht wat vreemd, maar toen begreep ik het eigenlijk wel. Water staat voor zuiverheid, voor puurheid. En Samuel Klundert incarneert die zuiverheid, die puurheid. Een integere man die probeert de gang van de wereld een draai in de goede richting te geven. Op zijn heel eigen manier, los van wat sociaal aanvaardbaar is. Puurheid dus, daar ging het verhaal over. En toen begreep ik ook waarom ik een openingszin had geschreven die wat doet denken aan de openingszin van
het boek van Johan Harstad, Bus Aldrin, waar ben je gebleven? Want ook die roman van Harstad, die gaat over een jonge kerel die niet helemaal spoort met de roedel. Een tweede motief in de roman is inderdaad besmetting. Het duikt al op van bij de eerste bladzijde in de smetvrees waar Samuel mee te kampen heeft. En al heel gauw in het boek wordt dat motief heel tastbaar als de wereld wordt overspoeld door een virus. Maar ik denk dat, of ik hoop tenminste, dat de aandachtige lezer ook wel zal gemerkt hebben dat in een diepere laag en op een figuurlijke manier die besmetting al veel langer rondwaart in onze samenleving. Een samenleving die besmet lijkt te zijn door de drang naar materieel bezit en status. Met andere woorden, hoe meer geld er maandelijks op je rekening komt en hoe meer je in de spotlight staat, des te belangrijker ben je. Dat is zo'n beetje de norm. En met z'n allen spelen we die bizarre race mee. En die race, denk ik achteraf dan, wordt gesymboliseerd door de vader van Samuel Klundert, een ex-prof wielrenner. Een man die wel weet, letterlijk dan, iets af weet van race. En die race wordt ook gesymboliseerd door de trein die door de hele roman heen dendert en die zelfs niet stopt bij het stationnetje, het in onbruik geraakte stationnetje waar Samuel woont. En dat is geen toeval, want Samuel speelt de race niet mee, gewoon omdat Samuel is wie hij is. En omdat we de race niet allemaal kunnen winnen, wordt het peloton zoet gehouden met brood en spelen. Noem het geestdodende tv-programma's, voetbal, neem het. En wie niet mee kan met het peloton, die komt terecht in de hel. Zoals Samuels moeder. En zoals de patiënten in de psychiatrische instelling waarvan sprake is in het boek. Een laatste motief in de roman is inderdaad de idee dat alles maakbaar is in deze wereld. Of het nu gaat over het omvormen van een zalm tot een onmogelijk visballetje, of om het in vitro creëren van leven, of om het ontwerpen, samenstellen van een beleggingsproduct. Zolang je maar de juiste algoritmes gebruikt, dan is succes gegarandeerd. Tenminste, daar gaan we hoe langer hoe meer van uit. Maar is dat wel zo? En parallel met dat motief loopt ook doorheen de roman, lopen de cijfers 1 en 2 die in allerlei combinaties terugkeren. En ook de stelling 1 plus 1 is niet gelijk aan 2. Die komt ook een paar keer terug. En dat is denk ik niet zozeer een wiskundige stelling, maar eerder een voortschrijdend inzicht bij Samuel zelf, die aan de lijve moet ondervinden dat er geen zekerheden zijn, dat algoritmes helemaal niet veilig zijn. En dat is trouwens ook recent bewezen door gebeurtenissen in de bank- en beleggingssector. En al die motieven, die kwamen op een wonderlijke wijze samen in de climax van de roman. De zuiverheid van Samuel. Die levensgevaarlijke algoritme. Die ongelijke en onuitputtende race die we met z'n allen lopen. En die tot burn-outs leidt. Het brood en spelen als zoethouder. Om maar niet te hoeven nadenken over het feit dat we wel juist bezig zijn. Dat allemaal kwam wonderwel samen in de climax
van de roman. En als zoiets gebeurt, dan loop je natuurlijk als schrijver op wolkjes. Het is wonderlijk dat het gebeurt. Alles is Krom is inderdaad een satire. Je zou het kunnen omschrijven als een tragicomische parodie op de samenleving. En die parodie ontstaat, denk ik, door de manier, de atypische manier waarop Samuel naar de wereld om zich heen kijkt. En door die atypische manier van kijken legt hij fenomenen bloot in de samenleving die absurd en zelfs lachwekkend zijn als je door de schijn heen kan kijken. En dat is wat Samuel doet. En tegelijk legt hij ook fenomenen bloot in de samenleving die onrechtvaardig zijn en zelfs tragisch en verschrikkelijk voor wie ze moet meemaken. Maar daarnaast is Alles is Krom vooral ook het verhaal van een dwarsligger, een einzelganger, die maar één ding wil in het leven, zoals wij allemaal trouwens, liefde en erkenning. Een man die probeert zijn weg te zoeken in het leven en daarbij moet zien los te komen van zijn verleden. En dat is niet makkelijk. Want in je prille jeugd hebben zich vaak patronen genesteld die de rest van je leven meespelen in de keuzes die je maakt. En ook in hoe je omgaat met de wereld en met de mensen om je heen.